Hallo allemaal en welkom terug bij onze reis door de tijd. En welkom eindelijk, inderdaad, bij Super Mario Wereld. Onze vierde stap in onze reis. We zijn al zo lang gekomen en hier ben ik heel klaar voor. Dit is echt spannend. Dit is een super vet spel wat ik echt lief heb. En ik ben er gewoon klaar voor. Ik wil heel graag zo snel in. Maar ik wil ook even uitleggen, gewoon voor de mensen die hier misschien toevallig voor het eerst zijn. Misschien denken jullie, wauw, die Nederlands van die event is best raar en wat vreemd. En dat komt omdat ik misschien wat vreemd ben. Ik ben tenminste een buitenlander. Ik kom uit Noorwegen en deze videoserie is deze videoserie is eigenlijk een poging van mij om mijn gesproken Nederlands te verbeteren. Wat je al goed hebt gehoord dat ik echt nodig heb. Dus vergezel me graag door deze reis. Blijkbaar heb ik geen totaal lege plakjes. Laten we dat daar iets mee doen. Die is leeg, die is leeg, die is leeg. Alles is goed. Maar goed, laten we aan de slag. Welkom. Dit is Dinosaurusland. In dit vreemde land vinden wij Prinses Paddenstoel. En zij is nog een keer weg. En het ziet eruit als Bowser aan de slag is. Of helemaal zoiets. Ik weet het niet. Kan je horen dat mijn Nederlands beter is geworden? Ik zweer het. Het is zeker beter, ja. Maar goed, het huis van Yoshi is wel gezellig. Hallo, sorry, ik ben niet thuis, maar ik ben gekomen... Niet gekomen, ik heb gegaan om mijn vrienden te redden die genomen waren door Bowser. Yoshi, oké. Doei. Zo goed zo. Wat ik heel raar met dit huis vind, is niet alleen het feit dat het een echt raar huis is met geen wand of zoiets. Maar het allerbelangrijkste is dat de grond heeft een soort van witte streek aan de top. Ik begrijp helemaal niet waarom, want volgens mij bestaat dat helemaal nergens anders. Echt vreemd en zeker heel onnodige detail die alleen ik misschien zou merken. Maar goed. Hier zijn we dus. Super Mario Wereld. Ik ben er eindelijk echt klaar voor. Dit is wel een spel wat ik heel goede herinneringen mee heb. Ik vind het echt leuk dat wij... elke tweede spel is een spel die ik ken en elke tweede is een die ik niet ken. Zover is het tenminste zo geweest. We hadden Mario 1 die best vreemd voor mij was. En dan hadden wij Mario 2 dat ik echt goed kon. En dan hadden wij Mario 3 dat ook nog vreemder voor mij was. Maar weet je wat? Mario World is wel nog één die ik echt veel meer kan. Dit is een spel die... Het was een klein deeltje van mijn kindertijd, jazeker. Maar misschien, als je misschien al weet, ben ik... Ik ben nog nogal jong. En ik was dit spel feitelijk te jong voor. Wat ik daarmee bedoel is dat dit werd in 1990 of 91 of zoiets. Gemaakt. En ik was toen niet gemaakt. Min of meer. Ik werd in 1998 geboren en dus ik ben nog steeds een echt jonge vent. Maar het ding is, ik was in de perfecte kindertijd voor de Wii. De Wii was, het was helemaal niet mijn eerste console, maar het was de eerste console toen ik echt geïnteresseerd in spellen begon te worden. En alle andere vroege consoles, en met name dus die N64 en Gamecube. En een klein beetje de DS... Nee, had ik de Wii voor de DS misschien? Ik weet het niet. Mijn punt is, toen ik echt geïnteresseerd in videospeltjes begon te worden. Vroeger was ik niet zoveel anders dan hetzelfde. Is I niet nee, dat is het wel. Oké, sorry. Het leek me gewoon zo langzaam dat Mario begon te rennen dat ik dacht misschien dat ik de verkeerde knop inhoud. Maar dat lijkt niet zo. Oké, goed. Wat ik aan het zeggen was, is dat... Dit is geen spel ik op de Super Nintendo speelde toen ik jong was. Volgens mij had ik een buur die dit spel had. En ik probeerde het misschien ooit daar, want ik was een vriend met die meisje die daar woonde. Maar ik heb er geen grote herinneringen van. Ik heb wel grote herinneringen van de Wii. En dit is feitelijk de eerste spel ik ooit kocht op de Wii Shop Channel. En dus ook natuurlijk mijn eerste ooit Virtual Console spel. Dus dat is echt wat interessant. Wat misschien even interessant is, maar ook heel veel stommer is... Is de reden waarom precies ik dit bepaalde spel kocht. Want er is wel een heel bepaalde reden. Oh, hoera! Dankjewel voor mij te redden. Mijn naam is Yoshi. Op weg naar mijn vrienden redden... Stopte Bowser mij in dat ei. Of zoiets. Ik weet wat de trap is in het Nederlands. Want een trap is een val. En dat heb ik geleerd, want ik zei ooit trap. En ik heb geleerd dat trap helemaal niet klopt. Trap betekent die... Ja, nou ja. Dit is dichter bij een trap. Om het zo te zeggen. Hij kan die niet opeten. Dat dacht ik zeker, maar misschien kan dat in mijn gedachtenisbeoordeling. Beoordeling? Beoordeling is echt een van de moeilijkste woorden ik ken eigenlijk. Het moeilijkste woord ik wel kan is... Hoe was het? Sproeivloeistof of zoiets? Nee, ik kan me niet herinneren. die vloeistof die aan de ramen van de auto strooit om ze schoon te maken. Ik ken dat woord, want dat is iets wat wij verkopen op de winkel waar ik werk. En ik vroeg me ooit af, hoe heet dat in het Nederlands? En het heet... sproeivloeistof? Is dat het? Ik denk het niet, het klinkt raar. Maar ik kan me het niet herinneren. Wat is dit? Ik weet het niet. Waar had ik het over? Dat weet ik niet precies. Jo, ja, wel. De Wii en zoiets. Dit was het eerste spel dat ik ooit kocht. Op de Wii Virtual Console en zoiets. De reden waarom. Het eerste spel. Het eerste Mario spel. Het eerste 2D Mario spel ik ooit echt dol op werd. Was New Super Mario Bros. On de DS. En ja, dat zegt ook iets over hoe jong ik eigenlijk ben. Maar goed. Dat kwam omdat ik was als een echt jonge vent helemaal niet geïnteresseerd in Mario. Want ik dacht, wauw, Mario, dat is voor kindertjes. Ik ben toch geen kind? Ik ben een volwassene man die helemaal... Ja, ik weet het niet. Mijn punt is, ik was er nooit dol op. Maar van een of andere reden... hij sterft niet? Jawel. Laat maar. Oké, goed. Hey, die platform verdween? Oké. Hopelijk kan ik dit doen. Goed zo. En daar kwam hij terug. Dank je. Dat was echt raar. Maar goed, het punt is, ik speelde Super Mario DS. Ik vond het echt leuk. En van een of andere reden. En... staat u mij toe mij te onschuldigen. Want ik was echt jong. En dat moet je onthouden als ik dit zeg. Ik kocht Super Mario World. Want van een of andere reden was ik heel zeker dat New Super Mario Bros. DS was een remake van een oud spel. En ik wist niet welke, maar ik dacht, hey, New Super Mario Bros. DS heeft wereld. Dit spel heet wereld. Dus het moet hetzelfde zijn. Dus ik kocht het. En ik dacht, hey, dit moet toch hetzelfde zijn. En ik herkende het niet. En ik dacht, hey, misschien is het gewoon zo anders. Omdat het een remake is. En ik dacht, hey, ik ken hier niets van. Want ik ben een jonge vent. En dit zijn sommige van mijn eerste ervaringen met deze spel en alles zoiets. Ik weet het niet. Het was echt stom. Maar ik kreeg er helemaal geen spijt van. Want dit was een spel dat... Ook al was het niet het spel ik dacht het was... Maar ik vond het toch echt leuk. En ik werd er heel vrij snel dol op. En dus ik speelde het. En ik speelde het tot zijn einde. En ik deed alles. Ik deed het 100% en alles. Zelfs als een kind. Ik kan eigenlijk helemaal niet geloven dat ik als zo'n jonge vent zoveel geduld had. Want, nou, als je al hebt gezien, ik heb zoveel geduld niet gehad voor bijvoorbeeld Mario 3. Of zelfs Mario 2, wat ik eigenlijk echt van hou. Dus het is raar. Maar Mario World, het deed iets met mijn hart. En ik vond het echt lief. Ik vond het gewoon super tof. En ik hield ervan. Dit was het soort van spel. En dit klinkt heel stom, ik weet het. Maar volgens mij is dit de eerste keer ik me kan herinneren. Waar ik thuis bleef van school. Want ik zei dat ik zo ziek was geworden. Maar eigenlijk wou ik gewoon Super Mario World spelen. Het was echt het begin van een era. Laten wij eigenlijk dit luisteren. Druk omhoog op de controlpad terwijl je springt. En dan kun je klimmen op het ding. Om in de deur te gaan bij het einde van dit gebied moet je ook omhoog gebruiken. Nou, dat ging eigenlijk best goed volgens mij. Ik wist gewoon niet wat fans was. Dat is... Nou, oké. Dat is echt iets wat heel vreemd met talen leren is. Je weet niet altijd welke woorden je hebt geleerd en welke je niet hebt geleerd. En soms zijn sommige van de meest vanzelfsprekende en normale saaie woorden die je niet hebt geleerd. En dat is zo'n voorbeeld daarvan. Want ik heb echt geen idee hoe dat heet in het Nederlands. Ik denk, volgens mij heb ik dat nooit uitgevonden. Echt interessant. Maar nu heb ik iets heel... Het is heel concreet om op te zoeken later. Oké, hier heb jij wat advies. Een van de vrienden van de Yoshi is hier getrapt. Kan hij getrapt zeggen? Dat weet ik niet. In het kastel van Iggy Koopa. Oh nee. Om hem te verslaan moet je hem in de lava duwen. Of in het lava zwembad. Dat klinkt volgens mij niet goed. Dit is de reden waarom, ook al heb ik... nogal veel van het Nederlands geleerd, ben ik helemaal geen vertaler van het Nederlands. Misschien nooit in de toekomst, wie zou het weten, maar dat zou ook wat raar zijn, want ik ben momenteel iets helemaal anders aan het studeren, dus dat zal nergens opslaan. Misschien, zal het ook heel stom zijn, want volgens mij, ik weet het niet. Hoe leef je een leven als een vertaler? Het moet wat moeilijk zijn om daar een baan in te krijgen, volgens mij, misschien. Ik heb er geen ervaring in, dus het spijt me als ik het helemaal mis heb. Het is gewoon wat ik denk, want het is een soort van obscuur baan, om het zo te zeggen. Kan ik daarop niet springen? Daar was ik niet voorbereid voor. Maar goed, die is nu verslagen. Echt goed. En daar zie je de grafiekvaardigheden van de Super NES. Het kan dingen roteren. Het is echt spannend. Het was echt spannend voor zijn tijd. En cutscenes. Dit spel heeft een verhaaltje. En wat is het lief? Mario heeft de demented Iggy Koopa verslagen in zijn kastel nummer 1. En de vriend van Yoshi gered, die stilgetrapt in een ei is. Oh nee, samen gaan zij nu naar Donutland. Oeh, ik vraag me af als Nederlands een eigen woord voor donut heeft. Ik weet dat het Noors dat heeft. Maar het Noors is wat raar, want het Noors heeft wel zijn eigen woord voor donut, maar wij gebruiken ook, gebruiken ook vaak donut, gewoon. En dat komt omdat er wel een verschil is. Donuts zijn degene met die glazuur en glimmetjes en zoiets eraan. Die roze en die bruine en zoiets. Maar die gewone met het Noorse woord spultring, die zijn de gewone. Zonder glimmertjes of glazuur of helemaal zoiets. Ze zijn gewoon die cirkels van deeg. Dat is alles. En nu heb jij iets over het Noors geleerd, terwijl ik van het Nederlands probeer te leren. Dus dit komt allemaal goed. En hopelijk heb jij echt plezier gehad. Laat me heel graag weten hoe je vindt van mijn Nederlands. Als er iets interessants daarvan is. Als er iets zou zeggen hoe ik mezelf kan verbeteren. Als zoiets. Alles zou fantastisch zijn. Maar goed, dank je echt wel voor het kijken. Volgende keer beginnen wij met de pleinen van donuts. Dus hopelijk zie ik je dan volgende week. Dank je echt wel voor het kijken alweer. En tot de volgende keer. Heb je nog steeds echt fijne dag. Doeg!